Maatschappij lid 2. Thema relaties. Paragraaf 2. Verliefd, verloofd en getrouwd. De meeste mensen vinden het huwelijk de mooiste dag van hun leven. Maar met het huwelijk doe je meer dan alleen elkaar de liefde verklaren. Als je trouwt ga je zowel een persoonlijke als een zakelijke relatie aan. Daarin heb je rechten en plichten. Zoals elkaar helpen, je betaalt mee in de kosten en je moet je kinderen verzorgen en opvoeden. Maar wanneer mag je eigenlijk trouwen in Nederland? Er zijn wel een aantal eisen. Ten eerste mag je niet getrouwd zijn als je wilt gaan trouwen. Je moet wel weten wat je doet. Je mag dus niet bijvoorbeeld dronken of onder invloed van drugs zijn tijdens je huwelijk. Je moet 18 jaar zijn. Ben je nou nog geen 18 jaar en wil je toch trouwen en je bent bijvoorbeeld zwanger, dan moet je toestemming hebben van je ouders. En je mag niet trouwen met familie in Nederland. Als je eenmaal getrouwd bent, dan deel je zorg en arbeid. En je maakt afspraken van wie haalt de kinderen op. Maar ook hele simpele dingen zoals wie doet de afwas, wie doet de was, wie zet de vuilnis buiten, enzovoort. Tot je 18e hebben de ouders het ouderlijk gezag. Zij mogen dan dingen voor jou beslissen. Ze hebben echter de plicht om je kosten te betalen tot je 21ste. Maar wat vinden jongeren eigenlijk belangrijk? Wie wil en zelfs straks gaan werken. Wie wil je dat de kinderen verzorgt en wie wil je dat straks gaat koken? Toch een groot deel van de jongeren vindt dat we tegenwoordig de dingen samen moeten oplossen.